spelletje. Vandaag gaan we een video maken over een olieramp. Op 23 april 2017 is er 75.000 liter olie uit een tank gekomen. Dit gebeurde op een raffinaderij in Trinidad. Sinds een week of twee spoelt deze olie aan op de oostkust van Bonaire. Verschillende organisaties op het eiland, zoals Tinapa en een heleboel andere vrijwilligers, doen hun best om de olie zo snel mogelijk weg te halen. Wij gaan vandaag helpen bij Lagoon. Lagoon is een baai en een strand dat iedere maand door Tinapa Junior Rangers wordt schoongemaakt. Helaas moet je 12 jaar oud zijn om te mogen helpen. Want de teer kan giftig zijn en het opruimen is niet ongevaarlijk. We mochten wel helpen met het uitdelen van water en eten. Hier is ons bericht! Jongens, we zijn nu aangekomen. Kijk, hier gaan we de schoonmaken. Wow, kijk dat het heel leuk wordt. Opruimen! Ja. Daar zit het in. En kijk hier. Daar is het. Oh, hallo. Ja, en wij gaan drankjes schenken, want wij mogen niet helpen met opruimen. Kijk, daar zijn allemaal mensen. En ik weet niet waar we eigenlijk de drankjes moeten schenken. Kom, we gaan eventjes verder kijken. Ik zoek wel meer voor jullie om het makkelijker te zien. Zwarte spul is het. Het is heel goed dat Tinapa en allemaal mensen schoonmaken. Dat is echt heel goed. Koppie. Ja. We waren gekomen om te helpen het eten en drinken uit te delen. Dus dat zijn we maar snel gaan doen. Ja, mensen die vieze handen hebben, krijgen dit. De beste manier om teer van je handen af te krijgen is te wassen met kookolie of babyolie. Eerlijk gezegd was het uitdelen van eten en drinken niet echt zo leuk, dus zijn we weer gaan filmen. We zien een dood vogeltje. Zielig, hè? Het gaat er niet zo goed af. Dat komt allemaal van daarachter. En ik denk dat aan de randjes daar en daar ook heel veel is. En hier is ook. En hier. En overal. We hebben al heel veel gedaan. Kijk, het zit hier allemaal in. Zoveel hebben ze al gedaan. En in die prullenbak ook nog. Hier is nog veel meer in. Het zijn echt hartstikke veel mensen. Jongens, daar. En daar. En hier. Er zit heel veel, zelfs aan mijn schoen. Zien jullie? En aan een andere schoen? Nee, daar niet. Gelukkig heb ik een oude schoen aan. Kijk, daar is iemand. Met een zak. Oeps. En ondertussen hebben vrijwilligers al meer dan 25.000 kilo opgeruimd, waarvan 18.000 hier op Lagoon. Het werk is ook nog lang niet klaar. En iedereen die wil helpen, kan op de Facebookpagina van Tinapa kijken of contact met Tinapa opnemen via telefoon of e-mail. We hebben al de mensen die eten en drinken gegeven. Gaan we nu naar huis. Daar is de Willemstoren en daar zijn ze ook aan het opruimen. Hier is het ook helemaal vies en hier ruimen ze dus ook op. Kijk maar. Hier is de Willemstoren. Al die auto's zijn er. En kijk, hier gaat al het vuilnis in. En hier is een huisje. Dat was de video! Ik hoop dat jullie het een interessante video vonden. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En vergeet ook geen duimpje omhoog te geven. Doei!